En na lang wachten zijn dan uiteindelijk de boogschutters aan de beurt. Ik heb al de Master of Flames gezien, dus waarschijnlijk. Oeh, en de ster. Ja, nu ben ik wel heel benieuwd. Dus in deze video gaan we drie thema's bespreken. Explore. Dus wat ga je nog meer ervaren de komende 3 maanden? Dream. Wat zijn eigenlijk de schaduwen waardoor je je dream nog niet gemanifesteerd hebt? En wat ga je nog verder meer gaan ontdekken? Wat gaat er nog nieuw eigenlijk op je pad komen? En wat zien we? Eight of Challenges. Dus het wegstappen. We zien ook The Hermit, Sage of Flames, Ascension. Dus echt Seeker of Flames en Adaptive Crystals. Oh, wauw. Jullie zitten echt wel al in een hoger level van jullie ascensieproces. Maar het is belangrijk om echt wel nog heel kieskeuriger te zijn en echt wel heel veel meer bewustzijn te hebben rond wat dat nu hetgeen is die die diepste vervulling brengt. Want dat is de reden waarom dat je uiteindelijk nog niet de volledige stabiliteit hebt in je fysieke leven. Dat kan misschien zijn dat je een bedrijf hebt, of dat kan misschien zijn dat je iets anders wilt manifesteren, maar dat het nog niet volledig is. En dat is omdat je eigenlijk je diepste kern nog niet volledig en meedogenloos trouw bent. En dus het is belangrijk om het diepste vuur in jezelf, en dus eigenlijk deze Solar Deity heeft ook verbonden met de centrale zon te maken. Maar hier voel ik voornamelijk dat dit jouw eigen zon is. Jouw eigen drijfvuur, je eigen motor. En dus dat je die daar alle angsten mag rond loslaten, om die nog echt gewoon, met no excuses, die gewoon te gaan volgen. Want dat gaat die eenheid in jezelf brengen en uiteindelijk ook de liefde. Diepe liefde, vervulling. Een diepe zielsconnectie. Een tweelingvlam of tweelingziel, zo maar. Maar niet voor iedereen, merk ik. Omdat iedereen een tweelingvlam of tweelingziel is die kijkt. Dus je ziet, hij lag ondersteboven. Maar waarom? Jouw vlam, die je in de andere kaart kan zien, is de basis en stroomt uit rond de wereld als een magneet voor je diepste wensen. En dat is de reden waarom hij eigenlijk nog loopt op het pad van een meester-manifestator. Dus eigenlijk nog een leerling-manifestator bent. Het is nog niet volledig gematerialiseerd. Maar ik voel wel heel veel zelfzekerheid. Dus daar ontbreekt het zeker niet aan. Maar er is nog ergens heel onbewust een stukje, al is maar 0,001%, dat je ruimte laat om toch een energie van twijfel doorheen te laten stralen. Dus boogschutter, je weet wat te doen. Eens kijken wat we er nog extra kunnen aan toevoegen natuurlijk. Wat kunnen we nog extra meegeven aan de boogschutters voor het Explore-thema? Wat gaan ze nog meer ontdekken? En ik krijg weer de Queen of Pentacles omgekeerd. De Two of Pentacles omgekeerd. Dus er zijn meer dan twee paden. De Ace of Wands. Nieuw begin, nieuw passioneel start. Nog twee kaarten. Yes. Zes of Wands. Individueel succes. Dat is ook verbonden met de Queen of Pentacles, want dat is een onafhankelijke vrouw, eigenlijk de koningin. Hè? Dus daarom hoeft je zelf geen vrouw te zijn, dat kan natuurlijk. En einde van lasten en zorgen. Ja. Ook hier weer, gedachten. Net zoals bij de dingen. Succes is er sowieso, maar het is belangrijk dat je blijft focussen op het oneindige. Dat je blijft focussen op je eigen pad, op de dingen die jij voelt diep van binnen. En dat je daar eigenlijk blijft wandelen, ook al zie je de weg vooruit nog niet. Maar dat je het gevoel dat je hebt, dat je die blijft vasthouden en dat je die blijft gebruiken als een barometer om vooruit te blijven gaan. Dus, want alles wat je meemaakt en ervaart de komende 3 maanden, dus op het einde van het jaar, ze zorgen er eigenlijk voor om je nog meer in die Queen of Pentacles-energie, dus in die meer onafhankelijke energie te gaan laten stappen. Maar dat vraagt ook van jou om
echt niet te gaan kijken van het is dit of dat, het is boven of onder. Nee, maar echt vanuit die eenheid en dus in die oneindigheid te gaan stappen. En van daar veel meer nog dingen te gaan manifesteren. Als een echte manifestator. Maar telkens vanuit die passie. Want dat gaat, hoe meer je dat gaat gaan doen, hoe meer keuzes gaat gaan maken en dingen actie onderneemt vanuit je passie, vanuit afstemming met je ziel, hoe meer individueel succes je gaat hebben, hoe meer dingen dat je gaat zien verschijnen in de materie, in je fysieke wereld, als bewijs dat het werkt. En dat op zich gaat dan eigenlijk er weer voor zorgen, wacht, ik ga het hier houden, dat je eigenlijk verlost bent van alle lasten en alle zorgen die je nu heel hard voelt en waar je nu eigenlijk een stukje gebukt onder gaat. Ik kreeg ook plots heel veel pijn in mijn linkerhand. Dus het is belangrijk om echt gewoon de energie ook te laten doorstromen. Dus dat je zelf ook last hebt van het handpijn, dat je jouw arm manifesteert en ook echt jouw handen manifesteert. Soms gebeurt, helpt het, wat ik kan proberen zo te doen, dat je aan de binnenkant van je hand dat je duwt en dat je visualiseert dat eigenlijk uit je handen heel veel energie stroomt. Ik heb dat vaak gehad wanneer ik eigenlijk een uplevel had in mijn energie en dus in mijn healende krachten, dat er een soort van blokkade was in mijn handen, omdat die de toestroom van extra veel energie niet aankomt. Dus dat er heel veel pijn had. Maar ik voel het nu in mijn beide handen. Dus gewoon even gewoon losschudden. Dus dat wil ook zeggen voor jullie boogschutter. Twee dingen. Ofwel zijn jullie ook healers en het is belangrijk dat je dat gaat gaan erkennen en dat je in die kracht gaat gaan stappen. En zoals ik net gezegd heb, er is een stuk in jezelf, in jouw diepste essentie, dat je niet erkent wie dat je bent. En dat zorgt er ook voor dat je niet jouw droom kan manifesteren, want je stapt niet van je volledige kracht. Met betrekking tot de droom, dus welke schaduwen zijn, zorgen ervoor dat je eigenlijk je droom nog niet gemanifesteerd hebt. Dan krijg je met judgment omgekeerd. Dus dat zijn lekker resultaten, keuzes die er inderdaad nog niet zijn. Maar we krijgen ook het wiel van fortuin met spinning, met verandering, fortuin, welvaart, maar ook fate hoort daarbij. Dus voorbestemd. En dan vibratie, maar omgekeerd. Dus ook hier eigenlijk weer net hetzelfde. De reden waarom dat je dromen er niet zijn, dat is omdat jij niet. Ik ga het heel simpel uitleggen. Jouw energie zit niet op de juiste frequentie. Dus wat wil dat zeggen? Als jij op een appartement in een appartementsgebouw zit en jij staat op de tweede verdieping, maar jouw droom, jouw wens, die staat op de vijfde verdieping, dan ga je die nooit, gaat heel dat verdiep mogen afzoeken, maar gaat die nooit vinden, want je zit niet op de juiste frequentie, je zit niet op de juiste verdiep. En dus dat is hetzelfde hier. Dus de grootste reden waarom dat jouw dromen er nog niet zijn, dus nog niet gemanifesteerd zijn, dat is omdat je eigenlijk niet nog volledig in de juiste frequentie bent. Waarom? Omdat je een heel belangrijk stuk van jezelf niet herkent. Je duwt die nog weg. Omdat die eigenlijk nog te veel jouw aandacht getrokken wordt naar lasten, naar 3D-dingen, die eigenlijk illusies zijn. Dus probeer daar een adelaarsview te gaan hebben. Want dat gaat eigenlijk jou vooruit brengen. En ik ga eens zien welke vlammen dat jullie daarbij behulpzaam zullen zijn. Welke vlammen zijn de boogschutters behulpzaam? Zodanig dat ze in hun volledige diepste essentie kunnen stappen en hun blauwdruk kunnen gaan leven. Oeh, die vlogen. Zo. Ah. Aartsengel Haniel en courage, moed. Dus roep Aartsengel Haniel en gebruik de. Wacht, wat doen we misschien mijn lamp? Gebruik de robijnenrode vlam om nog meer in jouw kracht te gaan stappen. En dan hebben we er nog twee andere. Aartsengel Sandalfon en zet de intentie. Zet de intentie van wat dat is. Oh, sorry. Van wat dat is dat je wilt gaan aantrekken, wat je wilt gaan manifesteren. En aanvaard geen andere realiteit dan dat. En daarvoor kan je de oranje-gele vlam gaan gebruiken, of je vraagt gewoon aartsengel Sandalfon. Die is ook verbonden met de aarde, veel meer. En aartsengel Zadkiel. En we zien weer ook gratitude, dus dankbaarheid. Wees dankbaar voor de dingen die er al zijn. Wees dankbaar voor de overvloed die je al ervaart. En gebruik met deze kleur samen. En dat gaat jou helpen om dingen te gaan verschuiven.
Ik zie ze nu mooi alle drie naast elkaar liggen. En hoe mooi dat die zo mooi samenpassen. Ik weet niet waar dat wacht. Hoe kun je dat nu zo zien? Moet ik nu nog? Ja, zo kan je dit zien. En dan hebben we nog Discover. Dus wat ga je nog meer gaan ontdekken de komende maanden? Zodanig dat je inderdaad die droom veel meer nog kan gaan aantrekken. Ik zit de hele dag met een liedje in mijn hoofd. Het is het liedje van Callum Scott, Woke Up in Love, denk ik. Maar ik ben vreselijk met titels en liedjes en zo. Dus mijn tweelingvlam begreep niet dat ik dat niet kan onthouden, maar ja. Ik weet dat dat komt omdat ik, dat niet, omdat ik daar ook geen waarde aan hecht. En dan vind ik het inderdaad moeilijker om dat vast te houden, natuurlijk. Oeps. Voilà, gaan we zien wat dat we te zeggen hebben aan de boogschutters. Oeh! Eenheid, strength, krachtkaart. Maar vooral ook eenheid tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Ook eenheid als je tweelingvlam bent in een connectie. Een tweelingvlamconnectie bijvoorbeeld. Oh, individueel succes. Three of Pentacles. Weer een kaart van succes, maar dan meer in het fysieke. Meer ook succes gedeeld ook met anderen nog. Misschien ook dat in de dingen. Ook nog meer een drie kaart. Three of Wands, eenheid. En jezelf. Wacht, ik had ze bieden, maar die liggen een keer ondersteboven. Wacht, er nog één kaart. Stay focused. Yes, I knew it. Wat ga je meer ervaren? Wat ga je ontdekken? Wat op je pad komen? Een King of Cups. Dus iemand die niet bang is om in zijn of haar emoties te stappen. En wat gaat dat brengen? Dat gaat jou in die Queen of Pentacles energie duwen. Die persoon is een connectie uit het verleden. Dus dat kan een tweelingvlam zijn of een tweelingziel of een diepe soulmate. En de bedoeling daarvan is om die eenheid in jezelf te gaan bewerkstelligen. Want dan kreeg ik kreeg hier de oneenigheidskaart. De Four of Wands omgekeerd. Two of Wands rechtop staan. De Sphinxkaart nog eens. En dan de Ace of Pentacles. Dus een nieuw begin in het fysieke, maar omgekeerd nog. En de Lovers. Dus. Wat staat er jou te gebeuren, lieve boogschutter? Ben ik wel benieuwd. Maar, daar zijn we nog niet, want deze heeft te maken met oude structuren. Dus, er zijn allemaal wat positieve dingen die op je pad gaan komen. Hè. Eenheid in jezelf, individueel succes, die oneenigheid nog meer gaan ervaren, mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf in eenheid en dan uiteindelijk ook in een connectie. Maar, het vraagt natuurlijk van jou om weg te stappen. Ja, ik ga hem zo houden. Het vraagt van jou om weg te stappen van alles wat je ooit gedacht hebt over relaties. Over het leven te koeren eigenlijk, op het leven op zich. Waarom? Omdat het eerste belangrijk is om die eenheid, waar is die kaart? Hier, om die eenheid in jezelf te krijgen, dus dat die eigenlijk zo komt. Want dan heb je, zie je, dat er drie stralen. Eén straal voor de vrouwelijke geheelde energie, één straal voor de mannelijke geheelde energie en één straal die dan uiteindelijk voor de eenheid is of voor de connectie met iemand anders. Maar die liggen ondersteboven. En dan de Three of Pentacles is er wel. Maar dus nu, op dit moment, kijk je nog veel te veel naar het fysieke om inderdaad die eenheid te creëren. Dus het is veel belangrijker om naar binnen te gaan, weg te stappen van alles wat je ooit geloofd hebt en wat ze jou ooit wijsgemaakt hebben over relaties, over liefde, over hoe dat dingen zouden überhaupt moeten gebeuren. En dat je eigenlijk voor jezelf gaat gaan leren nadenken. En dus dat je echt ook letterlijk wegstapt. Dus dat je naar binnen gaat en dat je wegstapt van alle dingen die niet meer dienen voor jou. Alle dingen die niet meer afgestemd zijn. Alle dingen die niet meer passen bij jou. Of dat het nu gaat over dingen die je eet. Of dat het nu gaat over hoe je tanden poetst. Of dat het nu gaat over de kleren die je draagt. Of waar je woont. Het maakt niet uit.
Maar het is aan jou om die intenties te zetten, die focus te houden. Maar dan zijn we al twee keer dat mijn kaarten ook alle kanten op gaan. Dus om intentie te zetten, en we hebben net hier aan gehad, intentie te zetten, moed te houden, te blijven volhouden en te focussen op jouw einde. Dus dat je energie richt op één punt. Want uiteindelijk, wat is manifestatie? Manifestatie is gefocuste intentie. Dus eigenlijk vanuit je intentie energie zodanig focussen dat je het uiteindelijk manifesteert. Oké, dan mogen we nog meer weten voor de boogschutters. Adem en relax. Dat is ook iets wat ik hoor. Earth magic and will and release. Dus, wat zijn de dingen die jullie gaan vooruitbrengen, boogschutter? Om veel meer ook te gaan geloven in de magie van de aarde, maar om ook bereid te zijn om dingen los te laten. Dat is hetgeen dat ik daarnet gezegd heb. Het maakt niet uit wat. Het is manieren van denken, dingen, gedragspatronen, relaties, angsten. Maar het is belangrijk, want dat is een onderdeel ook van die transformatie. Je ziet daar ook die vlinder. Hè? Dus dat is ook weer het onderdeel van de transformatie. En hoe meer je dat doet, hoe meer je gaat zien dat jouw energie, jouw eigen energie en de verbinding met de aarde er gaat voor zorgen dat je eigenlijk ook meer en meer dingen gaat gaan aantrekken. Dat veel meer dingen in je leven gaat gaan verschuiven. En dat je vanuit jouw eigen energie ook een nieuw begin kan gaan aantrekken. Ik ga voor jullie ook de drakenkaarten eens gebruiken. Welke draken? Welke, oep, hier gaan we weer. Ja, ik voel echt heel hard bij jullie dat jullie overal en nergens precies zijn. Jullie energie is overal en dus dan nog geen dingen gericht. En dan dat zorgt er ook voor dat je alles en niks manifesteert. Dus kies één, maximum twee dingen. En laat dan de rest op zijn even in de koelkast. Totdat die ene dingen gemanifesteerd zijn. De eerste draak die jou helpt of die je behulpzaam kan zijn, is de gouden zonnedraak. En die is verbonden met de mannelijke energie, de mannelijke geheelde energie. En die helpt jou om in je mannelijke energiekracht te staan. Niet vanuit de vervormde versie, maar vanuit de geheelde versie. Dus, dat is deze draak. En dan hebben we de emerald draak. Hij brengt healing en kosmische overvloed. Weet dat goed fortuin onderweg is, maar het is belangrijk om je gedachten, jouw goddelijke perfectie, of jouw universele perfectie, jouw blauwdruk te laten ondersteunen. Dus lijn jezelf af, stem jezelf af met je ziel en breng healing aan. En je ziet ook de groene en de roze kleur. Roze is ook weer verbonden met de liefde. En dan de groene kleur is ook weer healing. Dus laat ook healing toe in jezelf. Jullie hebben vier draken, dus de derde draak, de diep blauwe draak, die beschermt jou. Vertrouw dat je beschermd bent en blijf verder op het pad van licht lopen. Dus ook al is het moeilijk, ook al is het lastig, maar blijf op het pad van licht en liefde lopen. En dan de groen-gouden draak van Sirius. Die brengt universele wijsheid op jouw spiritueel pad. Dus leer nog meer daarover. En dan uiteindelijk ga je merken dat je zelf ook eigenlijk een transmitter, een puzzelstuk, een overdracht, een kanaal bent in die doorgeven en doorsturen van codes, van helende codes, ook in eerste instantie door gewoon jezelf te zijn, door je eigen pad te lopen, en dan misschien voor een aantal, maar niet voor iedereen, om dan ook in jouw leidersrol, in jouw teachersrol, in jouw leraarrol te stappen. Zo, dat was het voor nu. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben en jullie inzichten hebben mogen gehad. Onthoud dat dit één van de realiteiten zijn en dat het ook altijd jouw eigen vrije keuze is om ermee te doen wat je wilt. Het kan zijn dat een aantal dingen nog niet resoneren. Dat kan zijn dat dat is omdat je het nog niet volledig kan vatten of nog niet volledig kan in jouw referentiekader channelen. En dat is oké.
Vertrouw dat de dingen die je moest weten, dat je die opgenomen hebt. Ook al gebeurt het onbewust, dat maakt niet uit. Alle informatie die moest doorgegeven worden, zij is doorgegeven. En vertrouw dat de beste dingen en alleen maar de beste dingen op je pad komen. Ik wens je een fantastisch einde jaar, wil ik al zeggen. En ik weet niet waarom, maar in ieder geval toch al een fantastisch einde jaar. En dat je het beste van mag maken. En dat alle mogelijkheden voor jou mogen open zijn. Tot de volgende video. Dag!